De Delta-commissaris waarschuwt, want er moeten veel meer dijken worden verbreed en verhoogd dan eerder werd gedacht. Om welke extra dijken het in Zeeland gaat, dat is niet duidelijk. Wel dus dat er veel en veel meer geld nodig is. De details daarover hoor je zo en verder in deze Zeeland nu. 21 keer beschuit met muisjes bij Neeltje Jans. En meneer Hoesijn is voor velen een reddingsboei. Goedenavond. Traditioneel komt op Prinsjesdag de Delta-commissaris met adviezen en maatregelen om in Nederland droge voeten te houden. En die boodschap is dit jaar alarmerend. Want er moeten volgens hem veel meer dijken worden verzwaard dan eerder werd gedacht. Er moeten veel meer dijken in heel Nederland worden versterkt. En daar is veel meer geld voor nodig. Met die dringende boodschap komt Delta-commissaris Co Verdaas vandaag. De werklast was al aanzienlijk, dijkversterking over in totaal 1500 kilometer. Nieuwe inzichten verhogen die opgave met 500 kilometer extra. Voor die grootschalige operatie is twee keer zoveel geld nodig. De kosten voor dijkversterkingen tot 2050 waren begroot op 12,6 miljard euro. Dat wordt nu waarschijnlijk 24 miljard. Ook de Zeeuwse dijken moeten veel hoger en veel breder worden, want over 75 jaar staat de zee misschien wel al een meter hoger. Om welke extra dijken het in Zeeland gaat, dat is niet duidelijk. Wel dus dat er veel en veel meer geld nodig is. En dat is geen welkome boodschap aan de nieuwe minister. En van de Delta-commissaris gaan we naar de troonrede en de miljoenennota in Den Haag. Want wat hebben die in petto voor Zeeland? Ja, dat is een vraag die je kan stellen aan collega Ariane Laforte, die op het provinciehuis van Zuid-Holland staat en daar dus Prinsjesdag in Den Haag heeft gevolgd. Ja, Ariane, wat hebben de plannen in petto voor Zeeland? Nou, als je naar de troonrede luistert, dan hoor je nergens het woord Zeeland of bijvoorbeeld de kerncentrales. Maar wat wel duidelijk wordt uit de troonrede, is dat dit een kabinet is wat zich heel nadrukkelijk op de regio wil gaan vestigen. Hè? Die zich heel duidelijk beroept op die nota elke regio telt. Waarin vorige kabinetten een paar jaar geleden al toegaven, ja inderdaad, we hebben ons in het verleden te veel gericht op de Randstad. Hè? En we hebben de regio toch een beetje aan zijn lot overgelaten. Ja, de Zeeuwse provinciebestuurders volgden de troonrede vanuit het provinciehuis in Zuid-Holland. Wat was hun reactie daarop? Ja, ik pak het lijstje er even bij, hè, want in het Zeeuwse provinciebestuur is de BBB de grootste partij. En die zijn natuurlijk blij dat boeren en vissers toch weer een beetje op het schild gehesen worden. Er zijn wel bij Zeeuwse bestuurders na deze troonrede zorgen over buitenlandse studenten. Dit kabinet wil minder buitenlandse studenten. En dat zou in Zeeland heel nadelig uitpakken voor de HZ en de UCR, hè, het University College Roosevelt in Middelburg. Wat veel, ja, die hebben heel veel buitenlandse studenten. En ze zijn wel blij dat er aandacht is voor het volle stroomnet, wat Zeeland toch wel veel parten speelt. Nou, er was aandacht voor netcongestie en dus ook het hele vraagstuk van de energietransitie. Voor Zeeland van groot belang en gelukkig zijn we ook met oplossingen bezig. En die vinden we ook, maar voor die oplossingen is geld nodig. En het feit dat het nu genoemd is, betekent dat we daarover ook echt in gesprek kunnen. Wat heeft u nou uit de troonrede gehaald waarvan u dacht, dit gaat over Zeeland? Nou, ik denk in ieder geval de vele aandacht die er is voor wonen. Ik ben natuurlijk heel benieuwd waarof het geld wat of daarvoor beschikbaar komt, hoe dat gaat landen in Zeeland. We hebben een behoorlijke opgave, ook in Zeeland. Maar we weten ook dat er nog allerlei uitdagingen zijn. Worden ook streekziekenhuizen behouden? Nou, dat ook. We hebben zorgen om de zorg. Hè. Kunnen onze ziekenhuizen open houden? Spoedeisende eerste hulp. Is het ook bereikbaar? Hè? Binnen een bepaalde tijd kun je er dan ook zijn. Dus heel positief dat ik dat terughoorde in deze troonrede. Een hele duidelijke positieve boodschap voor de boeren en ook voor de vissers. Hè? Belangrijk voor Nederland. Ja, klopt. Expliciet de aandacht voor voedselzekerheid die er is. En ook de zoetwaterproblematiek, het water, de aandacht voor water. Het tekort aan zoetwater? Het tekort aan zoetwater. Dus ontzettend blij met deze boodschap. Ariane, tot slot. Naast de troonrede is ook de miljoenennota gepresenteerd. Hè? De financiële uitwerking van de troonrede. Is daar nog iets uitgekomen voor Zeeland?
Ja, daaruit blijkt dat het kabinet toch wel heel graag met Zeeland wil samenwerken als het gaat over het Zeeuwse vervoersplan. Zeeland moet af van al die grote lege bussen en wil nu een fijnmaziger vervoersnetwerk waarin gebruik wordt gemaakt van deelauto's, van beltaxis. Uit de miljoenennota blijkt ook dat het kabinet met Dow en Zeeland Refinery afspraken wil maken, zodat die bedrijven minder vervuilend gaan worden. En uit de miljoenennota blijkt ook dat er extra geld komt voor de bestrijding van criminaliteit in de Zeeuwse havens. Ariane vanuit Den Haag, dankjewel. Vakbond CNV heeft het faillissement aangevraagd van lampenfabriek Vitriet in Middelburg. De vakbond doet dat namens het personeel dat al sinds juli maar een deel van hun salaris heeft gekregen. Over de laatste maand zelfs helemaal geen. Vitriet zit in geldnood doordat een van de grootste klanten de rekeningen niet betaalt. Daarover loopt nog een kort geding, maar op de uitkomst daarvan wil de vakbond niet wachten. Wanneer de faillissementsaanvraag van de vakbond wordt behandeld is nog niet bekend. De uitbreiding van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee is klaar. Dankzij de nieuwe vleugel zitten alle leerlingen weer onder één dak en niet langer verspreid door de stad. En daar zijn de leerlingen blij mee. Deze lokalen zijn gewoon wat beter, vind ik. Gewoon in, je zit niet op elkaar en er is meer ruimte en het is gewoon fijner lesgeven, lijkt mij. Er zijn nu 8 lokalen bijgekomen, maar ook werkruimtes voor docenten en leerlingen. Om capaciteitsproblemen te voorkomen zijn er ook roosteraanpassingen doorgevoerd. En daarmee blijft er voldoende plek. Nou, we hopen dat we het hiermee redden, maar we weten dat natuurlijk niet zeker. De toekomst laat zich niet echt voorspellen. Maar kijken we naar de prognosecijfers, dan zouden we hier wel een tijd mee vooruit moeten kunnen. Jongeren die nog maar net in Nederland wonen en de taal niet spreken. Zij moeten ook hulp kunnen krijgen in hun eigen taal. Dat vindt althans de Middelburgse jeugdhulporganisatie Oase. Anderstalige jongeren krijgen bij Oase altijd hulp. Of dat nu in het Spaans is, het Pools of Arabisch. Hey daar, انت الان في TNV بعد الدراسه بعد المدرسه هذه ماذا تريد ان تفعل؟ اذهب الى سكالدا بعدين على الجامعه على اليونيفرسيتي. Vandaag is jeugdhulpverlener Hussein aan het werk op de school voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Goes. Hier spreekt hij Nederlands en Arabisch met de jongeren. Ik spreek met meneer Hussein over mijn probleem, over alles. Ik niet begrijp de docent, als ik heb problemen met mijn collega in de school, ja. Als ik wil niet komen, hij wil reden waarom ik kom of ik ben te laat. Hoe belangrijk is het dan dat meneer Hussein ook jouw taal spreekt en niet alleen Nederlands? Ja, misschien iedereen hier kan niet spreken goed Nederlands, maar hij kan begrijpen ons. En hoe vaak sport je in de week? Ik ga niet meer naar sporten. Omdat je wil studeren? Ja. Ik denk dat het gewoon heel erg is. Je bent wel eens op vakantie geweest dat je vastloopt met een bepaalde taal. Dat je denkt, zo, dat is echt lastig. En die jongeren hebben dat ook. En wat je dan gewoon merkt is dat er gewoon een soort opluchting is. Dat ze eventjes bij iemand even gesprek kunnen voeren. Dat ze even geholpen kunnen worden met iets. Ja, en dat is gewoon, dat is eigenlijk wel echt de winst die we daar hebben. Wat vind je van meneer Hussein? Ja, ik vind hij echt leuk. Hij is echt goed. Hij is aardig, ja. 1000000%. Ja. Zou je hem ook een cijfer kunnen geven? 1000000. Niet alleen de leerlingen, maar ook de school is blij met de begeleiding. Het is heel makkelijk dat natuurlijk een jongen aangesproken kan worden in de eigen taal. Maar ze fungeren ook echt als rolmodellen. Hè? Dat je eigenlijk dan als jeugdige hier wel kunt zien van, hey, dit is Hussein, die is ook niet hier geboren. Of die is ook naar school geweest in een ander land, in een Arabisch land of noem het maar op. Maar die, ja, werkt hier ook en die functioneert hier ook. Hè? Een stukje identiteitsbeleving, dat is ook wel heel belangrijk. Jullie hebben goede toets gemaakt, hoor ik, hè? Wallah, ik heb gehoord, goed gedaan. Wallah, goed. Het is niet niks hè, wat deze jongeren hebben meegemaakt. Zij komen vaak alleen hier naartoe. Soms 1 of 2 familieleden. Dus enorme traumatische ervaringen die ze hebben meegemaakt. In een land waar ze de taal totaal niet machtig zijn. Dus de weg totaal niet kennen. Ja, wij proberen daar eigenlijk juist een soort reddingsboei te zijn voor die gasten. Dus als we jongeren kunnen helpen met werk, school. Of dat ze gewoon weer op het rechte pad terechtkomen. Dat is voor ons wel echt iets tastbaars wat we graag willen hebben. De jeugdhulpverleners van Oase denken dat hulp bieden in verschillende talen de toekomst is. Ze hopen dat andere hulporganisaties een voorbeeld aan ze nemen.
Weg- en scheepvaartverkeer moet een week langer rekening houden met vertraging bij de Zandkreeksluis bij Cats. Het sluishoofd aan de Oosterscheldekant is verzakt en de Rijkswaterstaat probeert dat te verhelpen, maar heeft daar dus een week extra voor nodig. Er worden nu stenen gestort bij het sluishoofd als tijdelijke oplossing. 30 september zou het verkeer weer over de brug moeten kunnen rijden en moet het scheepvaartverkeer weer als normaal van de sluis gebruik kunnen maken. De winnaar van de kustmarathon van afgelopen jaar, Thijs Schrama, heeft zich afgemeld voor de kustmarathon van dit jaar. De Rotterdammer heeft last van hielspoor, een hardnekkige hardloopblessure waarbij staan en lopen voor pijn zorgt onder de hiel. De nummer 2 van vorig jaar, Ricardo Sint-Nicolaas, is wel van de partij. De kustmarathon is over 2 weken op zaterdag 5 oktober. Ze zijn er trots op bij Deltapark Neeltje Jans. Nooit eerder slaagde een dierentuin of aquarium erin om eitjes van een sepia uit te laten komen. Tot nu. Want in het aquarium van het Deltapark zwemmen sinds kort 21 sepia's rond. Geboren in het aquarium van het park. Ja, we hebben natuurlijk het grote voordeel dat wij het Oosterscheldewater hebben. Daar komen ze van nature ook voor. Dus het is voor hun eigenlijk perfect. Het water wordt hier nog even voor zekerheid echt schoongemaakt. Om te zorgen dat we zeker zijn dat er geen ziektes in zitten of viezigheid. En verder maken we het verblijf echt alsof ze in het wild zitten. Ze hebben een mooie zandondergrond. Ze krijgen tipi-tentjes van hout waar ze de eieren aan kunnen hangen. En natuurlijk het zeewier. En dat kweken is dus nog nooit eerder gelukt. Volgens Neeltje Jans kwam de sepia vroeger zoveel voor in de Noordzee dat duikers er soms wel 30 op één plek zagen. Tegenwoordig zijn ze veel zeldzamer. Om deze sepia's te zien moet het publiek nog even geduld hebben. Ja, ik verwacht met een maandje dat ze wel groot genoeg zijn om voor de schermen te kunnen. Met wisselend bewolking en zon was het een aardige dag met maximaal 21 graden in de zon en koeler tijdens de bewolking. Morgen wederom wolken en zon, al voert de zon dan wel wat meer de boventoon dan vandaag. Daardoor wordt het ook ietsjes warmer en die lijn lijkt zich de rest van de week door te zetten met vooralsnog de beste papieren voor de vrijdag. En tot zover deze Zeeland Nu, die we begonnen met het nieuws rondom Prinsjesdag en de alarmerende boodschap van de Delta-commissaris. Alles daarover is uiteraard terug te vinden op onze site en in de app. En daar houdt u ook tegelijkertijd op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu, een hele fijne avond.